theaterroute, al jaren bekend. Wat is er aan de hand? Ja, 24 september, altijd 15 jaar de laatste zaterdag van de maand. En wat schetst mijn verbazing? Ik kreeg een mailtje van de gemeente dat de theaterroute werd uitgenodigd voor het afscheid van de burgemeester op 24 september, dus de laatste zaterdag van de maand. Een heleboel mensen zitten in dat circuit en ja, dat heeft natuurlijk twee problemen. Dat ik heel erg bang ben dat ik de locaties niet vol krijg. En dat mensen die ieder jaar naar de theaterroute gaan, die uitnodiging krijgen en dan voor de keuze staan, ja, wat moet ik doen? Moet ik nou naar de burgemeester? Als ze naar de burgemeester gaan, dan missen ze de theaterroute waar ze al jaren naartoe gaan. Dus dat ja, had ik wel heel erg veel moeite mee. Heeft u daar contact over gehad met de gemeente? Ja, ik moet eerlijk bekennen dat ik heel erg boos was. Zo boos. Omdat ik dacht van nou, het college moet dat toch weten. Ik bedoel, ik doe dat voor de stad en daar wordt zo ja, achterloos. Niemand, ze hebben daar allemaal zitten slapen, dacht ik. Maar dan ben ik nu, mijn boosheid is over. Ik ga gewoon goed aan het werk en ik hoop het vol te krijgen. De gemeente heeft mij, ik heb gebeld, ik heb contact gehad met de wethouder. En ik heb met een ambtenaar van de gemeente, Geert Cornelissen. Maar goed, niemand kan ermee iets aan doen. Gebeurd is gebeurd. Het is op die datum. En ja, wat moet je verder? Weet ik niet. Was er een reden waarom dat precies op deze datum moest? Nou ja, kijk, de commissaris van de Koningin. Van de koning Ank Bijleveld, die kon op deze datum. Maar ik vind dat ze deze datum nooit hadden mogen aanbieden. Dat is de theaterroute. Ik moet op een zaterdag 4 zaterdagen. Maar goed, daar wil ik me ook verder niet meer mee bezighouden. Het is gebeurd en ik wil het gewoon even vergeten. En die theaterroute, ik hoop dat iedereen naar de theaterroute komt. Ik wens je veel succes. Ja, dankjewel.